Ik vind als je iets doet, dan moet je proberen voor de eerste plaats te gaan. Dat is ook het enige dat telt in sport. Winnen is het enige dat telt. Nederland heeft tegen de 100.000 korfballers. Wij hebben er bijna 7.000. Onze selectie was klein, had ik op voorhand gezegd. Maar ze was scherp. Wij hebben dezelfde topspelers als Nederland. En het is voor ons nu fantastisch omdat het voor eigen publiek is. Dames en heren, een goede avond en welkom in de Arenahal in Deurne voor de finale van het vierde wereldkampioenschap korfbal. De arena, het zegt genoeg, hè. Dat was brood en spelen, hè. Dat dramt naar beneden, dat is echt, die zitten echt in hun nek, hè. België was nog nooit wereldkampioen geweest. Het was eigenlijk een nu of nooit gevoel bij het team, hè. Je moet sowieso met gevoel dat veld op gaan van ik eet die mannen rauw op, hè. Ilse Poinard, die een van de hoofdtroeven moet worden van deze Belgische ploeg als topschutster in de korfbalcompetitie. Ik denk als je op de manier dat Nederland speelt, tegen Nederland wilt spelen, dat je nooit kunt winnen. Ik wou dat meer op een Belgische manier doen en als er is geduwd of getrokken of gestompt weer, of trekt u dat niet aan. Duwt en stompt terug en ga voor die een bal. Schitterende tussenkomst daar van Jerry Aarts. Stevig, hè? Ja, heel stevig. Dat is knokkelen. Hè? Dat is het harde erom, dat is dat duel. Dus toch met contact, dat springen en dat rebounden. Aarts heeft de bal. Sterke speler, Jerry Aarts. Benoit nu, die moet terug naar Poinard. Ja, schitterende goal. Ilse Poinard, loopzuiver binnen. Dus Poinard was een scorende machine. En het team dat daar rond speelde, speelde op die moment zo dat zij op haar meest gunstige positie aangespeeld kon worden. Dus haar gave werd eigenlijk 100% uitgespeeld. Poinard, opnieuw proberen. Waarom niet? Jawel! Ze heeft haar shot gewonnen. Ik wist heel duidelijk dat ik terrein op ging om te scoren. Dat was ook mijn opdracht van ofwel score je ofwel kom je eraf. En dan is het rust. 4-3 staan de Belgen voor. Dat ziet er dus alsnog mooi uit voor onze landgenoten. Daar is het penaltystips, hè? Ah, ja, ja. Hier is hem. Hier is hem, hè. Voilà, ik zal hem eens hier erin gooien, hè. Voilà. Goed, hier. Ja, dat is eigenlijk de gemakkelijkste kans die je hebt in korfbal, hè. Dat is een penalty. Ja. En dan mogen we ervan uit dat je alles scoort, hè, met penalties. Ja. Strafworp voor de Belgen met Jerry Aarts. Ja. Yeah. Nog iets meer dan 10 minuten. En nu een strafworp voor Nederland. Het kan niet op. Ja. Schitterend. En Arena ontploft. 10-7. Het begint er mooi uit te zien, maar de wedstrijd is nog niet gespeeld. Er staan 3 doelpunten voor. Nu, Nederland is een topteam, dat kan je zomaar niet uit die korf houden. En een goal, een field goal van Anneke van Eck. Dat is op enkele minuten tijd, als het in 3 punten kloof ineens terug ligt gewoon. Ja, en Nederland staat gelijk, 10-10. Het is nog niet afgelopen, Nederland is nog niet verslagen. En we kunnen helemaal opnieuw beginnen. Ja, je weet dat dat een van de laatste kansen van de wedstrijd wordt. Je weet dat dit het momentum is dat jij moet grijpen als aanvaller. En waar dat je met hart en ziel en alles dat je hier hebt voor moet gaan. Hè. Nog 10 seconden en dan moet het afgelopen zijn. Dan krijgen we verlengingen. En je weet dat er op jou gerekend wordt om daar dan toch weer de toekomst te gaan maken. Ik ga nu wel door totdat hem erin is en zie wel dat je gefilmd hebt. Hè? De officiële speeltijd is opgebruikt. Er gaat afgefloten worden. Poinard, die maakt hem! Ja, het is gebeurd. Het is gebeurd! België is wereldkampioen, denk ik. In de allerlaatste seconde van deze wedstrijd. Jullie zeiden zelf toen jullie binnenkwamen dat dit eigenlijk niet beter kon geschreven worden door Hitchcock. Hè? Dat is inderdaad zo. Hè. Het is echt tot op het laatste moment superspannend.
En ja, niemand had verwacht dat dit nog ging gebeuren. Op mijn klok, daar is de officiële speeltijd al lang afgelopen. Hoewel dat de scheidsrechter nog altijd gebaard van 1 minuut. We zijn in de laatste minuut. De seconde tikken weg. Strafworp nog voor Nederland. Ongelooflijke sensatie in de laatste seconde van deze wedstrijd. Strafworp, hè. Je zit in die laatste fase en je denkt dat je wereldkampioen bent. Ja. En dan loopt die man er ineens voorbij. Ja. Dan doe je er alles aan om er nog terug bij te komen. Ja. Ik zou het ook gedaan hebben, denk ik. Ja, ik had geen keuze, dat gebeurt denk gewoon. Ik denk niet dat je, niet dat je op dat moment kiest. Je mal diep, hè, nou, hè. Ja. Fysiek, ja, alles eigenlijk. Hè. En, dan is het heel zwaar. Hè. Je zit op de bank als coach, je kunt niks doen. Hè. Je kunt niks doen, hè. Dus je zit daar. Ik dacht, wat ga ik doen in de verlenging? Strafworp voor Nederland. Brengt Heemskerk Nederland nog terug in de laatste seconde. Voor mij ging hij niet missen. Voor mij was dat een gedane zaak van oké, 11-11, wisselen, verlenging. En hij fluit af. Belgisch wereldkampioen korfbal. En de tent wordt hier afgebroken, dames en heren. Scheids fluit af. Poef. Einde van de wedstrijd. Ja. Jammer voor Hans, gelukkig voor ons. Dat was zo'n unicum na zoveel jaren. Ja. Dat dat een ontlading tot en met was. Hè. Oh, dat is euforie, hè. De eerste keer dat België wereldkampioen wordt in eigen hal, in de hel van Deurne. Nou, dat is een bom, hè. Dat is een bom. Je moet erin geloven, hè. Je kunt natuurlijk als trainer wel een mooie tactiek uitpuzzelen, maar uiteindelijk moet een bal door de mand.